Wat we zien nu recht voor het publiek zijn die containers. Ja, dat zijn de containers. Daar zit een middels een eerste ring in te nemen. Ja, en daarna zal de tweede Chinook zal de tweede ring innemen. U ziet ook onder de tweede Chinook ziet u een underslingloods zitten. De Chinook schoot een beetje door. Daardoor trekt hij de LSV, de GWT, gewonden transport. Maar ik denk dat we nog wel op kunnen duwen met een aantal mensen, dus die staan ik weer gewoon inzetbaar. Dan gaan we, om precies te zijn. Nou, wat er gebeurt in zo'n heli is dat moet allemaal heel snel, hè? Tactical drop, zoals we dat noemen. Target. Bent... Ja, wat u daar ziet zijn dus de mensen die zijn naar het gebouw toe gegaan. En zo meteen wordt er door middel van een breach in, wordt de deur geforceerd met de springmiddelen. Met de Cougar ook dat slingen. Maar dat is soms al lastig met één lading. En als je er dus drie hebt en die gaan tegen elkaar gaan klapperen, nou, dat is altijd een uitdaging. Ja. Nou, wat u nu ook ziet in de containers, daar zitten natuurlijk al onze eigen troepen. Die hebben de vijand daar geneutraliseerd. Die zijn zich nu weer aan het herformeren. Hoe je moet gaan zitten en de Ground Task Force Commander, zoals dat dan heet, die kan toch bepalen om mensen te wisselen. Ja, die gaan er dus nu zeg maar eruit. Ja, middels de twee Mercedes-Benzen die hier voor ze staan. Als het goed is reizen ze zo meteen in die C-130. Worden daar gedirigeerd door een soort loadmaster die achter op de rem staat. Want dat is de rem zeg maar, die nu naar beneden gaat. Ja, het zijn we noemen dat in onze termen, noemen dat ghillie suits. Ja, een ghillie suit voor een MB kan ook. Ja. Ja, dat is voor de camouflage. Het zijn allemaal Engelse termen. Jullie werken ook met Duitsers, met Fransen, met Belgen, met Grieken. Jullie spreken allemaal onderling Engels? Niet anders dan die mannen en ik heb ook niet het gevoel dat ik anders behandeld word als die mannen. Ik doe gewoon hetzelfde werk en ik probeer het exact hetzelfde te denken. En misschien dat ik hier of daar een klein beetje moeder gans ben op het squadron, maar voor de rest denk ik dat er eigenlijk... In ieder geval met de C-130, die stond hier stil, die is een stukje achteruit gegaan. Hij heeft een tijdje stilgestaan en dat heeft een reden. De twee voertuigen die erin gereden zijn, die moeten eerst door veiligheidsmaatregelen...